op naar Schiphol. Goedemorgen, 26 april, woensdag 26 april. Ongeveer pak een beet, 9 minuten voor 7 uur. Ik ben vertrokken ongeveer 20 over 5. En aangekomen op Schiphol voor 5 daagjes Madrid. En zo 26 april tot en met 30 april. Inmiddels ongeveer 1:15. Ik was ietsjes te vroeg voor het inchecken, want officieel was het om na 2 uur inchecken. Maar het mocht wel. Dus inmiddels aangekomen in het appartement Juan Bravo Brava in Madrid. Dit is dus het appartement. Oftewel het penthouse. We trekken ze even met de deurtjes open, dan zien we hoe het er een beetje uitziet. Kastje dicht. En wat hebben we hier dan nog? En nog een kast. Wat hebben we achter deze deur? Kijk, een klein inbouwkeukentje. Precies goed, hè? En dan zal hier vast de slaapkamer zijn achter deze deur. Kijk. Ziet er goed uit, hè? Ziet er goed uit. Appartementes. Juan Bravo. En hier de badkamer. Nou. Juan Bravo. Appartementes. Dan gaan we nog even naar het uitzicht kijken. Dat maakt mijn vakantiegevoel altijd compleet. Daarom heb ik mede dit keer een penthouse genomen. Gordijntje open. Nou, dat is toch fraai, hè? Schuifdeurtje. En naar buiten. Prachtig weer. Op de woensdag 26 april. En een mooi uitzicht. Mooi uitzicht over de stad. Kijk, nou. Madrid. 2023. Impressie van Chris Wijmega, zijn reisje. De eerste twee ritjes zitten er nou weer op met het handige kaartje voor in de metro. Een heel hoog hotel in Madrid. Vanaf het dakterras. Een hele hoogte. Dan zomaar een veger op straat. Het mannetje met een bezem. Nou, je maakt het mee. Steekt er zomaar een dier uit de toren. Kijk dan. En lekker zondag in Madrid. Hoe is het ook gegaan? Goedemorgen, het is woensdag 27 april, tweede dagje van mijn vakantie, Madrid, 5 daagjes Madrid. En had ik al gezegd dat ik dit keer niet in een hotel zit, maar in een appartement? Nou, hierbij. Het ziet er weer erg lekker uit. Museum Prado, een heel groot museum. Dit keer niet in geweest, want ik ben in 2017 alleen geweest. Prado. Nu het paleis van dichtbij. Nou, een plaatje. Het paleis van Madrid. Aquí
Het paleis van binnen, mensen. Dit is een foto van het koninklijke gezin, denk ik. Het zou zo wel kunnen. Lights on the wall. Oh yes. Dat ik hier zachtjes moet praten, maar allemaal beelden in het paleis. Mooie lampen en nog een beeld. En dan het plafond. Ook een plaatje hoor. Het plafond in het paleis. Vandaag vrijdag 28 april. Mijn fotostel heb ik aan de lader, dus die heb ik in het appartement liggen. Vandaag onder andere een bezoekje aan de dierentuin. Dus aan de olifanten en diverse andere dieren. Hey, leuk hè. En het is alweer zaterdag 29 april. Dit is trouwens het uitzicht vanaf het balkon van mijn appartement. Zaterdag 29 april. En kijk daar in de verte, ik zal hem even inzoomen. Dat is het hotel waar ik afgelopen woensdag op het dakterras stond op de uitkijk. Uitzicht over dit. Het RIU Hotel, of hoe het ook maar heet. Zaterdag 29 april, een klein beetje warme druppels. En ik ben nu bij de Temple of Debat. Debat. En in 2017 was ik hier ook. En toen was er water hier waar we nu op uitkijken. En er zit dus nu helemaal geen water in. Maar het blijft natuurlijk wel een mooi ding. Maar het is natuurlijk mooier als er water stroomt. En als de fonteintjes het doen. Dat is dus nu niet het geval. En dan is het alweer dag 5 van 5, oftewel de laatste dag. Zondag 30 april, de laatste dag voor 11 uur uitzicht. Nou, dat gaat aardig lukken. Het is nu ongeveer, wat is het nu, Chris, Kiki. Het is nu ongeveer 20 voor 11, dus dat gaat mooi lukken. Vuilniszakken gelaten, mooi in een zakje. Nou, en een prima appartement hoor. En kwart over 5. Haal taxi mee op. En voor die tijd ga ik nog even in het centrum kijken. Of in een park, ik weet het niet. Ik ga wel even kijken. Nou, dan als laatste even het uitzicht van dit appartementencomplex. Het zonnetje schijnt mooi. Mooi nou. Dit is het park. De Madrid Rio. Aangekomen bij de auto op de 30ste april. Zondag 30 april, ongeveer 11:30. Dus weer op naar huis. Leuk dat je kijkt. En tot de volgende keer maar weer. Hoi hoi.